Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Volgens mij had ik deze hele vlog nog niet eens geopend. Ik had hem vanochtend wel afgesloten van de vorige vlog, want dat was weer vergeten. Ja. Maar kindjes zijn allemaal weer thuis. Die heb ik naar school gebracht, gehaald. Ik heb boodschappen gedaan. Ik heb echt van alles gedaan. Ik ben ook even door het zuur heen aan het bijten. Want hè... Als het leven je zuur geeft, dan zorg er maar dat je er limonade van maakt. Dus laten we citroenen regelen. Zo gooien we suiker tegenaan. En dan krijg je iets heel moois. Tada! Nou, dat. Dat heb ik gedaan. Eigenlijk hadden we morgen een afspraak met vrienden. Die zouden hier komen eten. En dan zou ik dan Indisch eten voor koken. Maar helaas, een vriendin van mij is ziek. Dus hebben we dat even... afgezegd en we gaan een andere datum plannen daarvoor. Dus ik hoef daar vandaag niet zoveel voor te doen. Maar ja, hey, er was een nagel afgebroken. Tada! En daar gaat dus vanavond mijn nagels even gedaan worden. Hè? Want het ziet eruit. Dus dat. Wat nog meer? Dat was het eigenlijk wel. Ik had eigenlijk een hele volle planning en dat is nu niet meer vol. Vol, zeg maar. Dus dat. Oh, Jordi is klaar met drinken. Nee, maar deze ook. Ik ga daar lasagne maken. En dan zien we wel weer hoe het loopt. Nou, voor diegenen die aan het wachten waren op dat Jordi iets van pastaproduct eet. Jordi heeft momenteel lasagne. Papa vindt die lekker. Hoppakee. Ja. Gaat er goed in. Hier hebben we weer iemand die het niet lekker vindt, dus die heeft momenteel iets anders. En daar hebben we een lekker ding die ook lekker zit te smullen. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Was dat nou serieus kwel wat er uit je mond kwam? Is pijn. Wow. Is hij? Hier zo. Pak jou, ik pak jou. Is dat papa? Is dat papa? Nee. Oh, is dat niet papa? Oh, nee. Wie is dat dan? Dat. Dat. Wie is dat? Papa. Is dat papa? Gaan we zingen? Papa, het is goed. Gaan we zingen? Stop, we houden ermee op. Ah! Het eten is nu klaar. Ja, het eten is nu klaar. Goed zo. Stop. Ah! We houden ermee op. Het gillen is nu klaar. Ja, het gillen is klaar. Ja, het gillen is nu klaar. Goed zo. Ik wil me nog spoelen. Smakelijk eten. Smakelijk. Je wil niet, hè? Waarom doe je dat toch altijd? Papa. Nee, niet papa komt jou niet redden. Smakelijk. Hij kan het gewoon zeggen, hè? Hij zegt het heel de dag. En dan wil je filmen. Nou, sorry voor iedereen in de oren. Een hele goede morgen. Ik heb vanmorgen even gedoucht. Want, het is vandaag heel mooi weer. En ik had haar op mijn benen. Moet ook gebeuren. Ja. Nou heb ik een soort van jurkje aan met een broekie. Hi! En dat. Nus die gaat even mijn auto maken. Want de remblokken maken geluid en die zijn een beetje versleten. Dus dat moet ook gebeuren. Wat is er? Wat is er? Jij kan dat helemaal zelf. Hier, doe dan. Doe dan. Goed doen. Ja, goed zo.
En ben ook nog eens ongesteld. Woehoe, happy me. Maar goed, hoop ik wel dat mijn verkoudheid zo een keer over is. Want meestal is dat wel. Als ik ongesteld ben, dan denk ik, ja, niet sneller, maar hè, dat. Dus laten we het hopen. Hey, tjoe. Hey, tjoe. Nou, dat weer. Maar goed, ik ga de kinderen even aankleden. Lekker korte broek aan en een t-shirt en dan even uit spelen. Daar is het alweer voor. Komt goed. Het is mooi weer en de kindjes gaan lekker spelen. Liam zit in de taxi. En Niels gaat nou Jordi doen, zodat hij ook lekker buiten kan gaan spelen. Oké, we gaan even iets uitleggen, hè? Niels? Nee, ik ga het uitleggen. Ik ga niks uitleggen. Oh, ga je niks uitleggen. Nou, Jordi wil nooit naar buiten. En het probleem is dat hij altijd naar binnen gaat, dus hij gaat niet buiten zitten. En we gaan natuurlijk binnenkort ook een week naar de camping, waar hij gras kan eten. Nou, we hebben dus besloten om dit te kopen. Kan hij toch nog lekker zijn ding doen. En is hij in ieder geval veilig. Want daar gaat het om. Ik had denk ik een was of 8-9 om op te vouwen. En ondertussen heb ik natuurlijk gewoon gewassen. Die heb ik ook opgevouwen. Ik heb alle bedden verschoond. En ook die was is nu bezig. Vanavond gaan de kinderen in de douche. En dat heb ik ook al allemaal klaargezet. Dus ik ben goed bezig. Ik ga vandaag niet poetsen. Veel te werken. Dat ga ik echt niet doen. Kindjes zijn lekker buiten aan het spelen. Niels is daarbij. En ik ga zo dadelijk even de bank doen. En even verder opruimen. En dan, ja dat. Maar eerst ga ik even wat drinken, want dat heb ik even niet gedaan. Met dit mooie weer heb ik lekker frietjes gehaald. Gaan we lekker frietjes eten. Lekker hè Jordi? Ze hebben de hele tijd buiten gespeeld, ook Jordi. En Niels en ik zijn met van alles bezig geweest. Dus ik zeg tegen Niels, ik heb geen zin om te koken. Dus ik heb maar even frietjes gehaald. Een goedenavond. Hi. Ik had iets lekkers voor op tafel gemaakt. We hebben inmiddels ook alles al gepoetst. Maar er is ook iemand wakker geworden. Ik denk dat die 7:30 in bed lag en kort daarna al sliep. Ja. En hij is, ik denk, net 10 minuten wakker. Ik heb hem even voor drinken gegeven. Hij kijkt even een filmpje en dan gaat hij daar ook weer proberen te slapen. Maar goed, wij gaan lekker even smikkelen en ja, we zien wel hoe het loopt. Goedemorgen! Papa, mami, mami. Hi. Daar ligt de grote knuffelbeer. Die is lekker bij papa aan het knuffelen. Papa, papa. En daar ligt Liam in het zonnetje. Ik ga zo naar kleren voor ze pakken. Ja! Is dat Sam? Mommy. Is dat mommy? En toen drukte die jullie weg. Yippie. Wee. Yay. ik ga mijn kleren voor ze pakken en een ontbijt maken. Bye-bye. Wat bye-bye? En niet bye-bye. Wie is dat? Papa. Nee, wie is dat? Sam. Is dat Sam en wie is dat? Ja, mama. Is dat mama? Hoe Jordi altijd knuffelt is altijd zo apart. Die gaat altijd tegen je aanlopen te hangen. Ja. Niet doen, Sam. En dan gaat hij altijd zitten te wippelwappen. En volgens mij heeft hij ook gepoept. Ik denk dat als papa zijn luier omhoog tilt, dat hij een ravage aantreft. Laat maar dicht. Nou, ik ga kleren voor ze pakken, dan kan papa ze gelijk aankleden. Goed zo. Wij gaan lekker eten. Yummy, yummy. Lekker buiten in het zonnetje. Slapen. Joef. Ga maar naar binnen.
Slapen. Ja. Lekker ding. Wee. En jij, lig je ook lekker? Oh no. Wat oh no? Papa is even naar de winkel. En hij is niet blij. Oh. Papa komt zo. Papa komt zo. Weer eruit. Papa. Weer eruit. Kom maar. Kom dan. Goed klimmen. Goed zo. Goed gedaan. Yay. Dan kan hij lekker schommelen. Goed zo. Ga je weer lekker spelen? De zandbak stond daar. Die hebben we nou daar. En Niels gaat dit straks vegen. Die gaan nog weg. En dan is het alvast weer klaar voor als zwembad moet komen te staan. En hun zijn nog lekker aan het spelen. Huisje hebben we daar staan. Dus ja. Yay! Emmer! En ja, hier binnen is een rotzooi nog. Ik moet nog even opruimen, maar dat doe ik dadelijk. Als Niels terug is. En Jordi zit lekker binnen, want die wil alleen maar binnen zitten. Die wil niet buiten zitten. Die wordt helemaal pissig als ze naar buiten moet. En dan moet ik er ook bij zeggen. Jordi heeft gisteren de hele dag buiten gezeten. Let niet op de rotzooi. Maar Jordi heeft gisteren de hele dag buiten gezeten. En ja, hij wil nou gewoon niet. Ja, nou, ergens moet je ook wel begrip daarvoor hebben. Ja, de rotzooi heb ik even gelaten voor wat het was. Want ik was eventjes met de kindjes en zo allemaal aan het genieten. Ja, dan ga ik dadelijk even opruimen als Niels weer terug is. Ik heb tegen Niels gezegd, laat mij dan even een half uurtje even hier tekeer gaan. Dat je de kinderen even daar houdt. En Jordi die blijft dan gewoon daar lekker zitten. Zodat ik hier eventjes het een en ander kan doen. Ik heb ook schoenen voor de kinderen besteld. Ze zijn allemaal dezelfde. Deze. Ik zal even... Zo. Ze zijn van Go Bananas. Dino Rock. Ze hebben alle drie dezelfde schoen. Dat was de afgelopen keer ook al. Maar ik vind dat fijner. Want ze hebben ook wel eens dezelfde kleren aan. Dus ze hebben dezelfde schoenen aan. En ik vind het dan leuk om andere sokken aan te doen. Ik vind dat dan grappig. Ik vind dat helemaal geweldig. Maar goed. Ja, dat. Ik ga nog even bij de kinderen zitten. En dan ga ik daar hier even aan de slag. En dan weer verder genieten van de dag. Hier wordt Liam helemaal rustig van. Lekker schommelen. Nou, de kindjes die hebben heerlijk buiten gespeeld. Daarna ook goed gegeten. Liam en Sam hebben nog een ijsje gegeten. Ja, ook. En toen was Liam boos. Dat hij niet naar binnen wou. Mm-hmm. En ze liggen nu op bed. En ze waren gelijk vertrokken. Als goed, wel ja. We gaan hier zo nog even wat opruimen. Vanmorgen alles klaarzetten. Mm-hmm. En dan is het alweer tijd om te relaxen en op de bank te gaan ploffen. Ja. En naar bed te gaan. Dus slapen. Slapen. Zoals Sam zei. Ja, dat heb je ook in deze vlog gezien. Oh. Dat heb ik opgenomen toevallig. Oh. Slapen. Dus hij begint echt. En dan doet hij ook nog zo. Ja, dat doet hij ook. Want dat doen wij wel. Dat doe ik wel samen met Sam in zijn bed. Ja, klopt. Klopt helemaal. Mm-hmm. Is toch leuk. Hij is echt in een groeispurt wat betreft taal en ontwikkeling. Mm-hmm. Hij is echt, wat dat betreft, echt heel mooi om te zien. Ja. Maar goed, we gaan deze upsen dan afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.